So, hallo. Goedenavond. Hallo. Leuk dat jullie er zijn. Nou, je kon het als het goed is al lezen. Ik ga het hondenhok maken van Woezel en Pip. Ja, leuk hè? Er staat een Woezel en Pip taart op de planning voor volgende week. En ik moest even wat avondjes besteden aan wat leuke dingetjes. Een 2 uur? Nee, denk ik niet. Ik hoop dat hij sneller af is. Maar volgende week vrijdagavond zou je zomaar gaan we weer airbrushen op de taart en vullen en bekleden. En, dus wie weet dat we dan weer een lange uitzending doen. Geen idee hoe lang mijn hondenhok gaat duren. Ja, leuk hè? Ja, ik vind het ook wel gezellig. Woezel en Pip, hondenhok. Woezel en Pip ga ik dus ook, als het goed is, nog maken. En als ik het aandurf, zet ik Periscope aan. Maar dat moeten we nog maar even zien. Het valt wel een beetje spannend, boetseren. Dan lukt het wel. Ik dacht, ik ga maar eens een blauwe ondergrond gebruiken. Want, dan zien jullie wat ik doe. Ik ga namelijk steeds meer met wit werken natuurlijk. Want ik gebruik de airbrush. Dus ik ga nu ook een helemaal wit hondenhok maken. En het dakje ga ik dan daarna met de airbrush bewerken. Want zoals sommigen van jullie wel weten, als je heel veel kleurstof door je gumpaste heen doet, dan wordt hij gewoon niet meer mooi hard. Dus dan wordt het heel lastig om daar nog een mooi stevig hokje van te krijgen, zeg maar. Goed, ik ga het niet te dun uitrollen. Ik wil een beetje een stevig hok hebben. Wat een goed idee. Ja, dat scheelt, hè? Je had het laatst met zwart, toch, Jolien? Dat je helemaal zwart had gemaakt en dat het gewoon niet werkt, hè? Daar moest ik aan denken. Ik denk, ga ik rood maken? Ik denk, nee, dat ga ik niet doen. En een heel pakje rood openmaken voor alleen een dakje is ook een beetje zonde. Ja, slappe gump is. Ja. Te veel kleurstof, dan krijg je dat, hè. Ik heb de Renshaw, die droogt lekker snel. En ik ga hem dus inderdaad niet te dun uitrollen. En ik heb deze set, die ga ik hiervoor gebruiken. Het zijn 4 uitstekers waarmee je allerlei huisjes kan maken. Dit zijn de vormen ervan, zeg maar. Dus een soort vogelhuisjes en andere... er staan hier wel wat voorbeeldjes op. Nu jullie dat zien zo, ja. Dus ik dacht, het is mooi makkelijk. Het is een redelijk recht huisje, is alleen iets lager. Dus ik ga er gewoon een stukje afsnijden. Maar dit is wel de basis waarmee ik dan begin, zeg maar. Ik hoop dat ik het niet te dik heb, want dat kan met deze uitstekers dan weer niet. Maar volgens mij valt het ermee. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust, hè. Dat vind ik leuk en dan kan ik daar ook op reageren. Dan heb je er nog meer aan als je meekijkt. Goed, nou als het goed is, hebben we hier het eerste. Een voorkantje of een achterkantje. Dan moet zo aan de onderkant nog een stukje af. Maar ik moet dus nog even bedenken hoeveel. Dan ik ze eerst allemaal maar even gaan maken. Kun je er ook een paardenstal van maken? Ja, vast wel. Misschien moet je dan alleen de zijvlakken een beetje verlengen, zeg maar. Maar die voor- en die achterkant heb je zeker wel wat aan. Ja, als je met een kleine paardenstal, ligt ook maar aan hoe groot je het wil maken natuurlijk. Even creatief naar kijken dan. Of er wat van te maken is. Als je alleen maar de voor- en achterkant kan gebruiken, is het misschien niet zo interessant. En je kan natuurlijk dit soort dingen zelf uitsnijden. Maar goed, dat vergt gewoon even iets meer rekenwerk ook met wat handig is. Nou, de achterkant dan maar, als dat net de voorkant was. Jo, altijd even wiebelen. Dan gaan je rafeltjes weg. Zorg ervoor dat je gaat uitsteken dat hij los is van je werkblad, dus dat hij niet vast zit. Vaak ga ik zo met mijn vinger er nog even langs als je zo rafeltjes hebt. En je gaat met je vinger er langs, dan is het eigenlijk direct weg. Nou zie je er straks ook niks meer van. Ik ga het huisje natuurlijk in elkaar zetten. Hij is nog lekker slap nu. Maar... nou ja, we gaan zo eens even kijken. Dan ga ik ze allebei tegelijk een stukje korter maken. Een kopje kleiner. Oh. Zo. Sorry. Dat moest even.
En dan kan ik deze dan een hartstikke mooi weer voor gebruiken. Want dan leg je hem gewoon, kun je dit zien? Leg je hem gewoon ondersteboven erop. Jammer dat de uitsteker ook wit is. Veel leuker dan prijzen berekenen voor een mokka. Dat is ook veel leuker. Als je dat dan doen, jullie. Ja, lastig is dat, hè. Prijzen is altijd lastig. Dan moeten ze natuurlijk recht naast elkaar liggen. Even zorgen dat mijn laptop niet uitgaat. Want ik heb een mooi plaatje van dat hondenhok ervoor staan. En dan ga ik hier hetzelfde afhalen. Zo. Niet mijn sterkste kant. Nee, ja, dat snap ik. Ja, het is echt uitrekenen van je kostprijs. En dat maal zoveel vaak, hè. Maar maal hoeveel dan? Eens even kijken. Dan ga ik hier een... de ingang is echt een recht omhoog, een rondje en dan weer omlaag. Dus ik wil een rondje uitsteken en dat recht naar beneden afsnijden. Even kijken welke ik mooi vind. Deze. Of nog eentje groter. Ja, hij heeft wel een flinke ingang. Dus ik ga deze gebruiken. En de ingang zit boven waar de punten van het dakje zijn, zeg maar. Dus dan ga ik een rondje uitsteken. Ook weer eventjes draaien kun je met rondjes altijd mooi wiebelen of draaien zelfs. Die kan eruit. En dan ga ik heel voorzichtig hier naar beneden snijden. En dan ga ik kijken of ik dat mooi genoeg vind. Zo. Nou, volgens mij is dat wel redelijk overeenkomend met het plaatje wat ik voor me heb. Dan ga ik ze even wat verder wegleggen, want... oh nee, ik ben wat vergeten. Dat is niet zo handig voor mij. Wat ik ook nog wou doen is een reliefje erin doen, want het is natuurlijk een houten hondenhok. Maar misschien dat ik deze dan niet gebruik, maar dat ik hem zelf erin ga snijden. Als ik nu namelijk deze erop ga duwen, dan duw ik het uit model. Zeker omdat het wat dikker is. Dan kan ik opnieuw beginnen met uitsteken. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ik ga zelf een houtnerfje erin aanbrengen. Eigenlijk ook wel net zo leuk. Want hij is niet heel erg generfd, moet ik zeggen. Dus ik ga dat eens even zelf doen. Een beetje strepen van boven naar beneden. Klein bochtje erin af en toe. Piek af en toe of er niet iemand een vraag stelt. Het mag gewoon, hè, als je wat wil vragen. Of als je je afvraagt waarom ik iets doe. Of gewoon zeggen. Zo. Nou, nerfje erin. Ik vind hem wel aardig. Kunnen jullie het zien? Heel klein beetje misschien. Nou, dan zo recht mogelijk wegleggen. Want die laat ik natuurlijk keihard worden. Als die een beetje opgedroogd zijn aan één kant, kun je hem nog een keer omdraaien. Zodat de andere kant ook mooi kan opdrogen. Zo. Zie je de berg terug met de airbrush. Ik kan even niet plaatsen welke weg. Oh, de nerf. Autocorrectie. Ja, maar dit gaat niet geairbrushed worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook nog over twijfel. Want het is natuurlijk nooit wit-wit. Ja, ik denk dat je dat wel goed terug gaat zien. Dat hoop ik tenminste. En ik dacht inderdaad, hij is wit, dus ik ga er niet. Maar dat wordt wel heel erg wit. Dus ik wil even kijken of ik een kleurtje heb wat heel dicht bij wit in de buurt zit. Iets van ivoor of zo. Dus even testen op een stukje wit of dat inderdaad mooi wordt dan. Of je dan inderdaad kan zeggen van, goh, ik kan daar op die manier toch een beetje kleur op aanbrengen. Dus dat ga ik inderdaad wel proberen. Mijn eerste gedachte was inderdaad geen airbrush hierop. Dak sowieso wel. Paramoer, ja, dat vind ik dan weer niet zo bij Woezel en Pip passen. Een beetje gek of zo. Maar goed, dat is misschien mijn... We gaan eens even kijken wat we daar... Maar dat ga ik pas doen als ik ga airbrushen, hoor. Ik ga nu niet één dingetje airbrushen en dan... Dus dat laat ik nog even liggen tot
eind van de week of begin volgende week. Nou, de achterkant is ook een beetje generfd geworden. Zeg je dat? Kijk altijd uit met deze gumpins, want hij droogt echt super snel uit. Dus dat je hem niet te lang laat liggen, want dan kom je er al bijna niet meer doorheen. Dit is nog wel te doen. Zo. En dan moet ik even nadenken voor het bouwwerk. Ik heb deze zo. En daar heb ik een stuk van afgehaald. Normaal gesproken hoort hij dan zo eraan, hè, want deze twee stukken zijn even lang. Maar ik heb natuurlijk een stuk eraf gehaald. Dus ik kan hem ook zo gaan gebruiken. En ik denk dat ik die verhoudingen iets mooier vind. Dus ik ga hem iets dieper maken als dat hij anders zo zou worden, zeg maar. Dit kan normaal gesproken dan niet, omdat je dan aan de onderkant een stukje mist. Een beetje ruimtelijk inzicht hier. Dus ik ga hem over zo doen. En dan moet ik straks ook de nerven over zo. Dus ik ga vast even één nerfje erop tekenen, dat ik het niet vergeet. Zo. Dat is één. Het is heel ongunstig uitgerold. Dus ik moet even nog een keer. Ja, dat gaat het niet worden. En dan moet ik zo even bedenken hoe het dak dan komt. Want normaal gesproken gaat het dak dan zo. Kan ik dat laten zien? Zo. Maar ik ga het dak juist zo doen. Want het dak van hun hondenhok steekt over. Dus je hebt echt zo'n, nou ja, zo'n extra stukje van dat rode dak, zeg maar. Dus ik vind het wel mooi dat dat dan ook oversteekt. Dus dit wordt dan straks rood en steekt dan over. Dus ik heb eigenlijk gewoon vier van deze nodig. En dan moet ik daarna even bepalen hoe om ze gaan. Dus ik zal eens even wat handiger uitrollen en een beetje gumpaste erbij pakken. Anders blijf ik aan het rollen. Zo. Ja, en het dak is eigenlijk heel erg dik. Dus ik zit toch te denken of ik daar nog inderdaad... Het is wel mooi, hè, als het dan ook zo dik is. Maar ja, mijn hondenhok moet ook niet instorten. Dus er zit een beetje een... wat is handig, zeg maar... Dat is dan de andere zijkant. En van de week of zo ga ik ze dus ook al een keer in elkaar plakken. En dan zal ik kijken dat ik Periscope dan ook aanzet. Dan kan je daar naar meekijken of terugkijken inderdaad als je het later wil zien. Ik ga toch proberen het dak inderdaad wat dikker te maken. Hoe dik is dik, hè? Dat is altijd lastig. Ja, en ik bedenk me net dat ik alweer iets gedaan heb wat niet kan. Maar goed. Dat is wel het nadeel, hè. Vaak moet je het toch eerst zien voordat het logisch wordt of zo. Ik kan het huisje wel... ja, twee keer is misschien ook wel een idee. Ja, maar dat kan ook niet super dik, want de uitsteker is gewoon niet zo dik. Dat vind ik een goede tip, dank je. Ik ga hem inderdaad gewoon lekker twee keer doen. Alleen kijken dat je dat straks niet meer ziet, want dat vind ik dan wel jammer. Maar dan maken we er wel een houtnerfje van of zo. Ja, dat is goed. Maar goed, ik zei dus dat ik hem dieper wil maken. Maar dat kan natuurlijk niet als ik mijn dak over zo doe. Dan kan dat alweer niet. Dus ik kan hem niet dieper maken. Ik hoop dat jullie mij ook nog een beetje kunnen volgen. Of dat ik abracadabra spreek. Maar je zult het straks allemaal zien. Nou, dan is dit dak 1. Die gaan we dan inderdaad op elkaar maken. Dat ga ik ook gewoon direct doen. Even kijken. Een klein beetje lijm ertussen. Natuurlijk geen kwastjes in de buurt.
achterkant van het toeltje, dat kan ook. Een beetje een dikke dak. Ik ga mijn laptop er bijna uit. Ja, zo is die wel echt een stukje dikker. En van deze twee moet natuurlijk nog een stukje van af. Dus dat gaan we even opmeten. Zo. Ja, ik denk ook dat dit diep genoeg is. Dus dat is dan geen probleem. Gaan we dan het stukje afsnijden. Beetje het lastig te zien omdat die kutter aan de bovenkant dikker is. Je kan natuurlijk ook gewoon een mesje of liniaal pakken. Maar ik vind het altijd wel makkelijk. Zo. Zo, dat zijn mijn zijkanten. Zo duidelijk. En mijn dakje gaat dan zo. Nee, zo. Ja, en die moet dan natuurlijk wel deze breedte hebben, anders kom je niet uit. Eigenlijk moet hij nog net iets breder. Dat is natuurlijk ook slim. Dus ik ga hier nog een heel klein stukje van de zijkanten afhalen. Zodat het dakje ook voor en achter wat gaat oversteken. Dat nou even dik hier. Dan moet dat goed komen volgens mij. Waarschijnlijk zet ik hem van de week in elkaar en dan denk ik, oh ja, daar had ik niet meer naar gedacht. Maken we het gewoon nog een keer. Dat is hobby, hè? Dit moet je niet doen als je per uur vraagt, zeg maar. Zo. Hier de nerfjes even inmaken. Doe het met beide kanten van het mesje, de scherpe en de minder scherpe kant. De scherpe kant snijdt er namelijk echt in. Er wordt een heel dunne streepje, dus dat zie je bijna niet. En als je de achterkant dan doet, dan merk je dat je daar iets meer relief in krijgt. Meringue botercrème gebruik je. En dan. Weinig ervaring mee, dus ik weet niet of ik je verder kan helpen. Maar misschien is er iemand anders die je verder kan helpen. Wat is de vraag, Jolien? Nou, ik zie geen vraag meer voorbij komen. Zou ik hem gemist hebben? Ik hoop het niet. We rekenen crème en smaakstof apart of als geheel? Ja, ik zou denk ik gewoon één smaak. Ja, dat ligt eraan. Tenzij je er echt champagne doorheen gaat gooien, dan moet je natuurlijk extra voor vragen. Maar als je het hebt over de smaakstofjes hier, dan denk ik dat je daar niet echt rekening mee kan houden. Die zijn allemaal redelijk dezelfde prijs. En van het een heb je wat meer nodig dan van de ander. Ik zou daar gewoon één prijs van maken, zeg maar. Als mensen echt nog chocoladestukjes er doorheen willen of zo, dat je daar dan wel een meerprijs voor hebt. En misschien moet je het gewoon niet aanbieden, denk ik dan. Je moet het jezelf ook niet te moeilijk maken, natuurlijk. Ja, het geheel, hè. Ik denk het ook. Zou ik doen, Jolien.
Gewoon één prijs. En dan moet gewoon de duurste smaakstof bij uit kunnen. Mijn telefoon is bejaard. Oh, daarom duurt het zo lang. Ja, dat krijg je dan wel eens, hè. Nou, nog één dakje erbij. Die moet ook nog eventjes... Ga ik even wat diepere nerf in maken. Er zitten echt een paar van die... Kijk, er zitten zelfs van die echte hoeken in, zie je dat? Dat hebben ze tenminste op het plaatje zitten echt een paar van die... Het is echt een oud houten dakje, zeg maar. Dus dat gaan we eens even proberen na te maken. Zo, nou bij deze moet je het in ieder geval, zeker met mokata, dus je moet gewoon rekenen. De set More Than A Birdhouse is 9 euro. Ja. Nou, dat is dan het ene dakje. En dan moet ik er even nog een maken. Ik moet wel even iets ophalen, momentje. Daar was ik weer. Even kijken, alle restjes erbij kneden. Ja, die hebben we nog wel een paar hangen. Een stuk of 4, dus dat komt wel goed. Moet ik een krentje voor je aan de kant leggen? Geen probleem. Moet ik het zo wel even opschrijven, want ik merk dat ik na zo'n Periscope-uitzending altijd denk, wie was het ook alweer? Dus als je het wil, zeg het maar even en dan ga ik het even heel hard onthouden. Ga ik mijn best doen. Zo. Nou, ik geloof niet dat ik hier 2 uit kon snijden. Een bakblik 35 rond. Marion. 7,5 hoog of 10 hoog? Is dan de vraag. En dan denk ik dat ik die van 7,5 hoog op voorraad heb en die van 10 hoog niet. Helemaal goed. Leg ik ook voor je aan de kant. Wanneer kom je? Weet je dat al? Dat is altijd handig om te weten. Hoef je niet per se aan te houden hoor. We laten het wel liggen. Morgen helemaal goed. Zorg ik dat het aan de kant ligt voor je. Oeh. Kijk. Zo, nog eentje. Nou, volgens mij heb ik dan... Nou, de goeie. Ja, toch? Ja. Niet stiekem gewisseld van uit te steken. Oh, de verkeerde. Zal wel wat voor mij zijn, hè? Zo. Ga je ook woezel en pip maken, Marion? Of heb je een andere bestemming ervoor bedacht? Zo. Ja, ik had wel even een kwastje mee kunnen nemen. Paardenstal, oh ja, dat vroeg jij, ja. Sorry, ik wist niet zeker of jij het vroeg. Ja, je moet maar even kijken of je er een paardenstal in ziet, zeg maar. Het is wel makkelijk. En het vogelhuisje wat taps toeloopt vind ik ook erg leuk. Dus als je deze gebruikt en dat dan designmuurtjes zo staan, zeg maar, en dan zo'n gaatje erin. Oh, zeg, super leuk. Er zijn heel veel leuke voorbeelden mee te vinden. Als je hem bij ons in de webshop opzoekt, hebben we ook echt veel foto's erbij staan met wat je erbij kan maken. Dus dat is wel heel erg leuk. Zo, die lijmen we even op elkaar.
Dan hebben we inderdaad een mooi dik dak. Een dik dak. En dan gaan we hier ook even een houtnerfje in aanbrengen. Kijk. Kijken of we ook een paar van die spleten erin kunnen maken. Nou, het wil nog niet wat ik wil. Ja, zo. Dankjewel voor de hartjes. Ja, ik moet eens even bedenken wat ik verder nog ga doen. Het wordt in ieder geval een 20 centimeter en een 15 centimeter ronde taart op elkaar. En die ga ik dus helemaal wit bekleden, want die wil ik dan gaan airbrushen. De zijkanten van groen naar blauw, denk ik. Alsof je een soort horizon, het gras en de lucht hebt. Het hondenhok komt denk ik bovenop te staan. Met uiteraard Woezel en Pip erbij. Dat kan niet ontbreken. En aan de zijkanten wil ik kijken of ik misschien nog mevrouw Perenboom. Of tante Perenboom is dat, geloof ik. Dat is wel echt een hele leuke. En een regenboog. Daar hou ik zelf heel erg van. Dat vind ik leuk. Ze hebben ook echt een hele schattige regenboog in de tovertuin, want zo heet het daar. Dus dat. En ja, dan Woezel en Pip bovenop. En er zijn heel veel andere leuke figuren. Moet even kijken waar ik nog tijd voor heb, hoeveel dingen gaan lukken. Maar er zijn echt heel veel leuke figuurtjes in de tovertuin die je kan maken. Zo'n leuke uil. En wat hebben ze nog meer? De drie tulpjes natuurlijk, de zingende tulpjes. Die zijn erg leuk om te maken, denk ik. Dus ik ga eens even kijken waar ik de tijd voor kan vinden om er allemaal nog bij te maken. Dus eens kijken of we daar een mooie taart van kunnen maken. Vlinders op uil. Ja, dat vind ik dan niet zo bij. Ja, als je het vlindertje van Woezel en Pip ziet, is het echt een beetje een kolderig vlindertje met een heel groot hoofd. Dus ik wil het wel echt in hun stijl houden, zeg maar. Daar niet zelf een ander vlindertje bij gaan bedenken. Maar vlinders van alles zijn wel leuk. Binnenkort ga ik een workshop volgen met oude bloemen. Samen met Lonneke. En ik denk dat we daarna wel een workshop gaan geven met oude bloemen. Dus dat is wel heel erg leuk. En volgend weekend gaan we workshop chocola volgen. En ik denk dat we vanaf dat moment zelf onze bonbonworkshops gaan geven. Of iets van chocoladeworkshops. Maakt het organisatorisch allemaal wat makkelijker als met een gastdocent. En dan kunnen we daar wat vrijer in zijn, zeg maar. Wat nee? Wat is er? Wat doe ik? Het is altijd spannend wat ze nou gaan zeggen. Met al die lekkere dingen. Ja, kom op. Leuk toch? Leuke nieuwe workshops, altijd goed. Blijven nieuwe dingen bedenken. Dat is wel leuk. Ja. Dat was het eigenlijk wel voor vandaag, denk ik. Ja, ik zit even te denken wat ik nog kan doen. Maar volgens mij laat ik het hierbij voor vanavond. En dan kijk ik wanneer ik weer verder. Schoen van chocola. Wat voor schoen? Zo'n pump? Of bedoel je een... Ik zit even te denken. Ik kan zo geen andere schoen bedenken. De workshop die wij gaan volgen heeft in ieder geval met paaschocola te maken. Maar dat is natuurlijk hartstikke makkelijk om te vormen naar die pump. Ja, ja, die verkopen we wel, die chocoladevorm voor die pump. En die zouden we op die avond wel voor kunnen doen, ja. Of misschien inderdaad een workshop dat iedereen zo'n schoen maakt. Dat is ook wel heel erg leuk natuurlijk. Als je eenmaal weet hoe het werkt, is dat wel te doen. Maar dan wordt het wel inclusief mal, zeg maar. Dan zit ik weer met 6 van die mallen of zo. Dus dat altijd even een beetje afwegen zo van wat is handig en wat is qua investering leuk. Dus maar suggesties horen we altijd graag. Nou, voor nu wens ik jullie een fijne avond. Bedankt voor het kijken en to be continued, zeggen we dan. Het wordt nog vervolgd en dan ga ik het hok verder afmaken en jullie meenemen in de rest van de tovertuin.